Ik ben Jill Vervoort. Ik woon op de Zeedijk in Amsterdam, hartje centrum. En ik woon hier als proefkonijn om te laten zien dat een huurwoning in een grachtenpand ook verduurzaamd kan worden. We staan hier in een rijksmonument uit de midden 18e eeuw. De achterkant is later, ergens in de 20e eeuw, opgehoogd. En daar staan we op dit moment in het opgehoogde gedeelte van het appartement. Dit is vanuit de stichting Greenlight District opgesteld als een van de werkpakketten om te laten zien hoe de verduurzaming in de binnenstad van Amsterdam daartoe gaat. En daarbij zijn twee appartementen geselecteerd en bij mij is dan de warmtepomp gekomen. Een warmtepomp kun je eigenlijk een beetje zien als een omgekeerde koelkast. Die houdt eigenlijk de warmte uit de buitenlucht en vervolgens wordt die temperatuur of die energie eigenlijk opgekrikt door de warmtepomp. En daarmee kun je temperaturen bereiken van 35, 40 graden waarmee je je huis kunt verwarmen. Bij mij was de unieke situatie dat ze een valse gevel gecreëerd hebben aan de achterzijde. En daardoor konden we de warmtepomp aan het niet-monumentale onderdeel bevestigen zonder dat die het stadsbeeld aantast. Het balkon zit op de vierde verdieping, dus dat betekent dat we boven de stad uitkomen en daardoor ook het geluid niet weerkaatst wordt tussen andere gebouwen in. Warm tapwater is een onderwerp wat natuurlijk iets meer warmte nodig heeft. Want als de warmtepomp alleen op 35 tot 40 graden verwarmt, dan is dat onvoldoende om het warm tapwater ook legionella vrij te houden. Dus zal de warmtepomp zo nu en dan hogere temperaturen moeten opwekken. En die warmte wordt opgeslagen in een boilervat, zodat er ook voorzien kan worden in de warm tapwatervraag. Dus dan wordt dat eigenlijk uit het boilervat gehaald. Verduurzaming is voor mij de basis. Alles wat ik doe, doe ik vanuit een duurzame beweegreden. En in die zin sluit dit enorm aan bij mijn eigen ambities. En is het heel fijn om dat ook aan de levende lijve te kunnen ondervinden.